even een filmpje over deze te gekke Mini Cooper S 3 deurs. Nou, als je het niet erg vindt om op te vallen, dan is dit echt een mini voor jou. Want ja, het is natuurlijk echt een knalkleur. En hij heeft ook nog eens heel veel pk, namelijk 192. Dus het is dus een sport. Dus hij is lekker snel. Nou, loop even met me mee en dan laat ik jullie alle opties even zien. Hij heeft hier een mooie striping. Stenen lampen. 18 inch velgen heeft hij. Hier zit een beschadiging. Laat ik ook meteen even zien. Hier aan de spiegel heeft hij ook een kleine beschadiging. Nou, ze noemen de kleur Volcanic Orange. Dus ik vind het zelf echt een super trendy kleur. Mooie twee uitlaatjes aan de achterkant. Parkeersensor heeft hij aan de achterkant. Hier zie je ook het Cooper S logo. Kofferruimte. En hij heeft ook geblendeerde ramen aan de achterkant. Dat kan je hier zo goed zien. Nou, dan ga ik hier even instappen en dan vertel ik jullie ook nog even alles over de opties aan de binnenkant. Deze Mini heeft een elektrisch panoramadak. Die kan, de eerste kan gewoon op keep of die kan helemaal open. Dan heb je toch een beetje een cabrio gevoel in een 3 dus Mini. En je hebt ook echt extra zonlicht in de auto. En als je nu te veel zon hebt, dan kan je hem ook gewoon zo even dicht doen. En dan, dan heb je geen last van fel zonlicht. Verder heeft hij hele mooie sportstoelen met half leer. En hij heeft een, in de deuren is hij afgewerkt met een luxe lakafwerking. En ook dit is echt een speciale mooie afwerking. En er is ook nog eens een geheim opbergvakje. Nou, we stappen even in, dan gaan we even een rondje rijden. En dan, dan vertel ik jullie nog wat meer. Nou, dit is de sleutel. Die hoef je nergens in te duwen. Dus die kan je gewoon in een bakje laten. En dan kun je met de start- en stopknop kun je hem hier zo starten. Nou, dan gaan we even een rondje rijden. En dan kunnen jullie toch wel een beetje voelen hoe de Mini rijdt. Ik zal dadelijk ook nog even wat extra gas geven. Dan kan je ook wel een beetje de pit van de auto voelen. Nou, je ziet hier dat hier een schermpje uit is gekomen. Dat is de head-up display. Super handig. Dan heb je echt in je gezichtsveld zie je precies hoe hard dat je gaat. Maar ook bijvoorbeeld als je de navigatie aan hebt staan, krijg je daar de aanwijzingen in je head-up display. Als je dat eenmaal gewend bent, ik vind het echt super handig. Je kunt hem dus ook gewoon instellen dat hij precies voor jou goed staat. Dus je kan hem wat hoger zetten of wat lager. En hier heb je ook een knopje als je hem graag omlaag wil. Dus dat kan ook. Nou, het navigatiescherm, dat is een XL navigatiescherm. Dus helemaal over de hele breedte. Hier zie je bijvoorbeeld alles over de auto-info, instellingen, navigatie. Dit is de radio, multimedia. Dan kan je hier zo bijvoorbeeld ook je telefoon, de muziek van je telefoon afluisteren. Dus je Spotify en je telefoongegevens of je telefoonboek komt ook in de auto. Nou, verder heeft hij die mooie lettering en die kan je dus ook van kleur veranderen. Dus kan je zelf een kleurtje kiezen wat je mooi vindt. Zij heeft ook een lichtpakket en het komt ook weer terug in de deuren. Het is toch weer even net een leuke extra optie van Mini, waardoor je een, even net die extra touch aan je eigen Mini kan geven. Moet niet vergeten te schakelen. Verder heeft hij ook een multifunctioneel stuur met een limietknop. Dus als ik deze nu indruk, dan gaat hij niet harder dan dat ik nu rij. Dus dat is heel handig om boetes te voorkomen. Maar je moet dus wel nog zelf gas blijven geven. En dat hoeft bij de cruise control niet. Dus dan neemt hij het helemaal over. En hier aan de andere kant kan je dus je telefoon opnemen en de radio bedienen. Nou, en verder heeft hij hier zo'n automatische airco. Kan je hier zo bedienen. Stoelverwarming heeft hij. Verder heeft deze Mini ook een sport of een green stand. Dus die kan je hier zo inschakelen. Als ik hem op green zet, dan zie je trouwens ook wel dat die lettering daarop reageert. Dan rij je dus extra zuinig. Maar als je, nog wat meer pit wil, je hebt dus ook een groene normale modus of de sportstand.
dan is hij dus net wat sneller. En dan maakt hij ook een even wat leuker geluid. Dus ik ga even kijken of ik jullie dat kan laten horen. En dan, ja, dan ga ik eventjes wat gas geven. Ga ik heel even de bocht om en dan ga ik even wat gas geven. Nou, ik ga jullie eerst eventjes dat knettergeluid laten horen. Ik weet niet of je het goed kan horen. Maar hij doet het echt. Het is echt een heel lekker geluid. Al zeg ik het zelf. En dan ga ik daar heel eventjes wat gas geven. Want hij is echt, het is echt een supersnelle mini hoor. Want ja, het is een 3 deurs. Dus hij is licht en ja, heeft 192 pk. Dus ik zal eens even... Ja. Ja. Ik weet niet of je het merkt, maar ik durf niet eens de gas helemaal in te... drukken, want het is echt een super pittige auto. Ik zal het hier nog een keer proberen. Even kijken. Oh. Even wachten tot het hier weg is. Ja, je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je iemand niet kan inhalen, want dat moet zeker lukken met deze auto. Ik ga nog heel even, zet ik hem heel even hier neer en dan loop ik nog heel even een rondje eromheen en laat ik jullie eventuele gebruikerssporen nog even goed zien. En dan hebben jullie daar ook een goed beeld van. Nou, zoals ik al in het begin van het filmpje even liet zien, hier hebben de velgen wat schade en beide spiegelkapjes. Verder heeft hij wat steenslag op de motorkap. Zo kan je dat bijvoorbeeld zien. En hij heeft aan de linkerkant. Zo. Die gaan wij zelf wel nog goed polijsten en zo goed mogelijk bijwerken. Maar ja, of je dat 100% wegkrijgt, daar kan je nog wat van blijven zien. En hier aan de achterkant heeft hij ook wat kleine gebruikersporen. Hier zo bijvoorbeeld. Maar dat kunnen we ook nog bijmaken in dezelfde kleur. En dan zie je dat eigenlijk bijna niet meer. Waar was het nog? Hier zo, ja. Dus hij wordt nog een keer helemaal gepoetst en gepolijst. Dus dan ja, halen we altijd zoveel mogelijk eruit. Maar het is natuurlijk een gebruikte auto. Dus ja, helemaal weg gaat dat niet. Van binnen heb ik helemaal niks gevonden. Dus het is echt een hele mooie, hippe mini. Met veel pk en veel opties. Hij kost €7.500 of €215 per maand. Dat is op basis van 8 jaar zonder aanbetaling. Maar je kan bijvoorbeeld ook wel iets aanbetalen aan een kortere looptijd of wat je zelf wil. Dus heb je daar interesse in, laat het ons even weten en dan, ja, dan geven wij je daar meer informatie over. De mini die wordt afgeleverd met een afleverbeurt, een nieuwe APK en een poetsbeurt. Dus wil je graag langskomen voor een proefrit, dan horen we het heel graag.